Nou, weer terug van de action, echt erin en eruit geweest. Het eerste wat ik gekocht heb is een nieuwe deurmat. En die andere was natuurlijk op. Sowieso was hij al versleten. Nou, net kleurtje denk ik. Hallo. Alsof ik niet weet niet wat met haar doe. Hallo. Valt echt mee hoor. Ze krijgt gewoon eten en drinken en knoepen. Morgen. Oeh, beetje weinig licht. Wacht even, gaan we wat aan doen. Kijk, dan knippert hij niet meer. Goedemorgen deze woensdagmorgen. Het is vandaag 4 november. Er zijn in mijn omgeving een aantal mensen jarig, gewoon vriendinnen, mensen die ik van vroeger ken. Ik wens ze een hele fijne dag. Ik weet niet of ze kijken. Sommigen denk ik wel, sommigen niet. Maar in elk geval van harte gefeliciteerd. Ik ga zometeen een video editen. Die staat er op dit schijfje. Is de video van gisteren. Ik ga een paar video's online zetten. En ik ga straks een bullet journal video. Of nee, een knutselvideo opnemen. Bullet journal video's heb ik al opgenomen voor deze week en volgende week. Dat vloept er zo uit de pen, zeg maar. Verder staat er op de planning van morgen een bezoekje aan de winkel. Ik moet even wat spullen halen. Bij de Action wat schoonmaakspullen. Ik heb het heel lang uitgesteld. Ik ben al een aantal keren geweest dat er een reis stond dat ik niet ben gegaan. Maar ik ga nu even naar een andere actie in een andere plaats. In de hoop dat het daar iets minder druk is. Ik hoop dat daar geen reis staat. En anders ja, dan vertel ik het nog maar weer een week uit. Het is niet anders. Dan moet ik even een paar uur werken. Een paar uur. Van 10:30 tot 4 ga ik werken. En dan hebben we weer avond. Vanavond ga ik een kookvideo opnemen. Ik ga een recept maken. Wat ik lekker, ook heel erg lekker vind. En even denken, wat heb ik nog meer? Nou, ik denk dat dat het eigenlijk wel was. Nou ja, we wachten op de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wordt het Trump of wordt het Biden? We gaan het zien. Zo, de video staat in de render. Ik ga binnenkort even al jullie verjaardag in de agenda van 2021 schrijven. Dus heb ik je nog niet genoemd in ben je jarig in november of december, dan stond je gewoon nog niet in de agenda van 2020. In 2021 ga ik het beter proberen bij te houden. Ik ga hier een klein beetje opruimen, want zometeen moet ik hier dus aan het werk. Maar dat ga ik even zo zelf even snel doen. En dan ga ik daarna even ontbijten. Ga ik nog heel eventjes wat andere dingen doen en dan ga ik even snel naar de Action. Dus ik probeer daar zo vroeg mogelijk te zijn. Volgens mij zijn die om 9 uur open. Dus dat ga ik even uitzoeken en zo. Dan neem ik dat niet mee, denk ik. Nou, even kijken of het lukt of niet. Ik kan wel even een stukje van mijn video opnemen, denk ik. Het is 8 uur. En ik zat een beetje beneden. Zo van, mag, ga ik doen. Nou, ik ga denk ik gewoon maar een stukje video opnemen. Kerstvideo. Kerstmuziekje aan, kerstfilm aan. Beetje in de stemming komen. Lichtjes aan. Anders dan zien jullie zo meteen niks. Dat is ook wel handig, toch? Even een andere camera, ander schijfje. Ga ik even regelen. Ga ik lekker even aan de slag. Het ligt te drogen. Het duurde wat langer dan ik had bedacht. Maar goed, dat zijn we even zo. Ik ga gauw even tandjes poetsen. En dan ga ik naar Broek op Langendijk. Dat is een dorp verderop. Ik moet nog wel wat met mijn haar doen. Ik heb er alleen eventjes water in gedaan. Oh, en dat is op zich niet zo erg. Het krult even goed wel. Ik ga gauw tanden poetsen, ga ik gauw op pad, want anders ga ik het allemaal niet meer redden voor 10:30.
Nou, weer terug van de action, echt erin en eruit geweest. Het eerste wat ik gekocht heb is een nieuwe deurmat. En die andere was natuurlijk op. Sowieso was hij al versleten. Nou, net kleurtje denk ik. Het is een schoonlopen mat. Dat vind ik wel fijn. Wat heb ik verder nog gehaald? Er vielen stempeltjes in de tas. Deze vond ik wel heel leuk om weer met een bullet journal met iets te doen. Er vielen nog paintmarkers in de tas. Ik ging voor deze. De wc-tabs die had ik voor boven en beneden alle twee op. En dat klopt ook wel, want ik gebruik ze op dezelfde dag, zeg maar. In het begin de 2 weken ongeveer. Voor Emily nieuwe hoeslakens. Want die waren een beetje versleten. En dat was het denk ik al. Want de rest is... oh nee, jawel, een mondkapje. Nou ja, die had ik iets voor mezelf. Dat was het. En wat was ik nou kwijt voor al deze boodschappen? Het bonnetje ligt hier. Even kijken. Het was €18,77. Nou, ik vind het wel prima. Ik ga het even opruimen. Ik ben aan het werk. Radio aan. Tablet. Computer. En nakijkformulieren. Dus ik ga weer verder. Beetje slecht licht zo, dus beter hè. Maar lekker Radio 2 aan. Heerlijk lekker muziekje luisteren op de achtergrond terwijl ik nakijk. Kan prima. Zo, we hebben pauze. Dus ik heb even pauze. Ik moet nog een paar stages verslagen. Ik heb ondertussen nog wat andere dingen gedaan. Maar nu mag ik eventjes nieuwspauze. En ik ga even een tablet in de wc doen. Dat kan dan mooi staan te trekken vanmiddag. Dan gaan we boven wel even naar de wc. Zo wissel ik dat altijd af. De ene keer doe ik het beneden, de andere keer boven. Ongeveer 1 keer in de maand. Nu nog helemaal achter in de kast. Maar het helpt gewoon goed tegen de kalk. En met name heb ik kalk in de pot. Eerst door het met daarna de pot onderin, zeg maar, helpt het heel goed. Dus ik ga hem even erin gooien. Ja, en ik wil hem niet aanraken. Dus ik doe altijd... heel omslachtig met 2 handen dat. Dat is beter, denk ik. Ik denk niet dat het zo heel gezond spul is om aan je handen te krijgen. Maar goed, ik ga eens eventjes een lunch bedenken. Ik heb nog sla. Ik denk dat ik lekker slaatje en sla ga eten. Oh, die is wel dik over de datum zo. Nou, ik moet even. Maar ik heb geen zin in sla eigenlijk. Ik ga even kijken wat ik ga eten. Ik ga even bedenken. Het allergrootste voordeel van thuiswerken vind ik. Ik ben klaar en ik ben thuis. Ik hoef niet meer te reizen, niks te doen. Ik kan gewoon door met mijn gewone dingen. En dat is dus ook gezellig jullie erbij pakken. Maar ik moet nu eerst eventjes wat dingen regelen waar ik jullie niet mee kan nemen. Ik ga heel even op pad. Dan denk ik een half uurtje, 3 kwartier weg. En dan ga ik dan weer verder videoën. Ik weet wat ik mezelf voor de kerst ga geven. Nee, dat is gewoon een investering. Maar die ga ik denk ik al wel nu doen. Misschien dat ik ook nog even wacht tot januari. Ik weet het nog niet. Nou goed, merken we vanzelf wel. In elk geval ga ik nu eventjes op pad. En is dat maar weer geregeld. Dan spreek ik jullie later. Zo, terug. Wat zo grappig. Ik kreeg post van de Hyundai. Normaal gesproken hebben die altijd een wintercheck. Kun je auto laten controleren. En hebben ze erwtensoep. Nu kreeg je een kuppasoepje. Even soep staat erop. Dus dat is wel grappig. Ik ga even wat drinken zoeken. Zin in een glaasje cola. Straks weer eten maken. Gaan salade eten met ei, kaas, tomaat, komkommer. Gerookte kip. Wat heb ik nog meer? Nou, dat was hem denk ik wel. Ik denk dat dat hartstikke lekker wordt. En nu een glaasje cola. Ga ik lekker even een boek lezen. Ik heb gelukkig nog wat bieboeken. Ik kan ze niet meer ruilen, maar ik kan deze nog wel uitlezen. Emily komt bijna niet buiten omdat ze dus thuis werkt. En omdat ze dus niet naar school gaat in Amsterdam. Want school is dicht, alles is online. Dus die zat echt vandaag van, ik zeg, weet je wat we doen? We gaan even een rondje rijden. Ik moet toch nog even wat wegbrengen. Gaan wij even met z'n tweeën een rondje rijden. En dan pikken we het puk onderweg op. Ben je er even uit. Dus dat gaan we eens even doen. Dus ik ben er zo weer. Ik zie jullie straks. Oh ja, de kerstfilm was leuk. Dit was Christmas Wonderland. Ik vind ze gewoon heel leuk. Ook al is het verhaal elke keer hetzelfde. Maar ze blijven gewoon leuk.
Nou, ik ga de hond ophalen. Maar even denken waar ik de auto had geparkeerd. Ik weet het toch niet eens meer. Oh, daar knippert wat. Maar ik ga de hond even ophalen. En dan denk ik dat ik er ook weer heel vroeg induik. Want ik ben weer... Vannacht was het weer. Ik heb 4 uur geslapen. En dat op zich, weet je, overdag gaat het dan best wel. Maar dan ga je zitten op een gegeven moment en dan is het een soort moment van klaar. Ik heb het bevonden. Daar brandt licht, dus daar kan ik naar binnen. Nou, tot zo bij Valerie. Je moet de hond filmen, niet mij. Het is toch jouw vlog? Ja, maar het gaat over de hond nu. Het heeft geen zin, dat is het verhaal. Ze is namelijk in de diepe veronderstelling dat ze niet mee hoeft. Koek, kom! Kom, we gaan! Kom maar! Kom maar! Nee, nee. Goed zo! Kom maar! Nee, we gaan niet op de buik liggen. We gaan gewoon, ga je mee? Hè? Kijk, pootje erin. Ander pootje erin. Goed zo! Eraan. Ik zou gewoon wel echt diep, diep ongelukkig kijken hoor. Nou, blijf daar dan maar even zitten. Dan gaan we eten. Is mijn wasrek nog naar boven? Ja, in die tweede la. Nee, die kan je inklappen. Die kan je inklappen. Hallo? Alsof ik niet weet niet wat met haar doe, hè? Hallo? Valt echt mee, hoor. Ze krijgt gewoon eten en drinken en knuffels. Kom. Kom. Goed zo. Kom maar. Ga je mee? Gaan we kipje zoeken? Gaan we kipje eten? Ja? Goed zo. Nou heb ik er wel om. Om even te laten zien dat ze ook heel blij kan zijn, hoor. Kom maar. Waar ben je? Daar ben je. Ja, ja, toch wel, hè? Ja, oh, dat zit je netjes. Kijk eens. Oh, lekker een kipje. Doe maar, ga maar pakken. Goed zo. Ja. Nee, wat ze doet is gewoon, ze wil het liefst natuurlijk bij Valerie blijven. Dat is logisch, dat snap ik ook wel. Want dat is haar, natuurlijk haar opperbaas, hè. Dat is de baas der bazen. Die kent ze al vanaf dat ze 8 maanden is. Daar is ze natuurlijk helemaal dol op. En dan kom ik er weghalen. Ja, dat vindt ze niet leuk. Dus dan gaat ze proberen weg te kruipen en allemaal dat soort grappige dingen. Maar op het moment dat we dan dus de riem omdoen en ik zeg, ga je mee? Dan loopt ze zo mee, is het ook goed. En in de auto kruipt ze het liefst bij me op schoot. Dat kan natuurlijk niet, dus ze ligt gewoon vast aan de riem. Maar ja, ze vindt het altijd wel even een dingetje dat ze mee moet. Ja, dat hoort er even bij. Even kijken of ik me, ja, ik denk dat dat helpt als ik zelf weer in beeld ben. Maar goed, we hebben net ook al gelijk even een stukje gelopen. Het is inmiddels al naar achter. Dus het is goed, hè. Ja, heb je lekker gelopen? Wou je naar bed? Of wou je nog hier? Nee, ze wil nog hier. Nou, ik ga mijn jas uitdoen. Thee maken. Ik ben hier vanavond mee bezig geweest. Deze is gebabberd, gedoucht, gesopt, gedaan. Uit elkaar geweest helemaal. Die is weer schoon.
Want Emily heeft een PlayStation. Xbox 360. Oh, sorry. Xbox 360 gekocht. Tweedehands hoor. En nou ja, er zaten controllers bij die... nou ja, je kunt het verschil wel zien. Als ik ze bij elkaar leg, zie je het wel. Hoe vies ze waren. Dat is echt, was niet normaal wat eruit kwam aan gorigheid. Dus die moet nog. Die raak ik ook niet aan. Deze is helemaal schoon. En hij ruikt nu naar afwasmiddel. En ik ga lekker naar boven. Ik ben moe. Na 4 uur slapen is dat ook niet heel gek. Dus ik ga kijken of mijn oogjes ook nu dicht willen gaan. En ook dicht willen blijven. Dat dicht gaan is het probleem niet. Dat dicht blijven is wel het probleem. Dat lukt vaak heel slecht. Onderweg naar boven. Nog even mijn poppetje kleuren. En mijn getalletje invullen. En jongens, het is weer een roze getalletje. Dus dat is wel tof. Maar dit is iets minder tof. Dat heb ik zelf er bovenop gezet. Ik heb een knutseltje gemaakt vandaag. Maar het is nog steeds niet droog. Tenminste, het was vanavond. Nee, het is op sommige plekken nog steeds niet droog. Ik moet nu toch echt maar even aan de kant. Even kijken hoe we dit gaan doen. Want jullie mogen dit nog even niet zien. Het is voor kerst. Maar het zal wel niet meer verlopen nu. Maar, boekje erbij. Die kunnen allemaal wel weg. Die ga ik toch niet eens meer gebruiken. Dat was leuk. Maar ik ga eens even kleuren en zo. Gekleurd. Die is een beetje tussen moe en een baaldag in. Ja, want het was niet zo'n mooi dag, zeg maar, voor mijn gevoel. Ja, een beetje lastige dag was het. En dit is vandaag 22:38. Dus er zijn er al 15 bij ten opzichte van de eerste. Gaat hard weer. Echt leuk. Nou, morgen nog het eindje opnemen van de video die ik vandaag gemaakt heb. Nog een knutselvideo opnemen voor de kerst. Dan heb ik er 1, 2, 3 knutselvideo's af. Ik wilde nog kerstkaartjes maken, maar ik kan nog niks vinden. Dus ik ga maar even gewoon kerstkaartjes knutselen. Gewoon voor de leuk. Hier ga ik het licht uitdoen. De hond is uit geweest. Ik ga lekker. Maar ja, ik heb jullie elkaar knutselen. Ik ga lekker naar bed in. Even mijn perforator was gebruikt. Ja. Dan wel weer even in elkaar. Want anders ga je perforeren en dan heb je die confetti overal in. Dat is niet erg, maar niet zo handig. En die maak ik dicht. Hier ligt al iemand. Oh ja, nog even het licht daar aan doen. Nou, naar het licht de computer hier uitzetten. Dat ga ik even regelen. Zo, afsluiten. Oeh, Dirk. Het is Dirk. En dan vraag ik me af of ik de video van vandaag al of van gisteren geëdit heb. Lig je lekker? Lig je zo lekker hier? Ja? Moet je niet lekker in je dekentje liggen? Dit ligt toch niet lekker zo? Kom, we gaan het even goed maken. Wacht, 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 wacht. Wachten, even wachten. Even wachten. Nee, doe nou. Lieve schat, even wachten. 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 Doe maar. Goed zo. Slaap lekker. Zij had heel veel haast om te gaan slapen, denk ik. Maar nu ligt ze weer lekker. Ik ga eens even een pyjama aantrekken. En dan zie ik jullie later nog wel even. Nou, ik denk over 10 minuten om de video af te sluiten. Oh. Hallo. Even kijken, hier is de afstandsbediening. Even het geluid. Zo, beter. Nou, ik ga lekker slapen. Morgen ga ik even switchen. Ik ga morgen boodschappen doen. Als het goed is, komt er iemand om de nest te installeren. Wat ga ik nog meer doen? 'S middags ga ik een poosje weg. Ik ga even
naar iemand toe om wat af te geven. Maar ik kan er nog even niks over zeggen. Dat hoor jullie vanzelf. Als ik wat mag vertellen, dan komt dat wel goed. Ik ga zo eerst eens even smeren met een beetje Purel. Ontzettend droge huid hier rondom van de mondmaskers elke keer. Dus nou ja, maar even smeren met een beetje Purel. Iets anders kan ik niet tegen. En de crème van de dokter werkte wel, maar ook niet echt heel geweldig. De hond neukt echt heel hard op. Goed, ik ga de video afsluiten. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen weer een nieuwe dag. Ik wens jou een hele fijne dag als je deze video's morgens hebt gekeken. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zie je graag terug morgen in een nieuwe video. Dus tot dan. Hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. Kijk je naar 's avonds? Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen.